Goedemorgen, het is donderdag. Ik ben wakker en ik ga als eerste een maskervideo opnemen. Dan ga ik zo naar kantoor. Ik heb een hele lange dag met dingen draaien en alles voor de party eigenlijk. Tutorial en de schermvideo ga ik vandaag opnemen. En ik heb nog een paar andere dingen om te doen. Dus ik heb er zin in. Ik ben blij dat het weer zo goed is. Dan is het licht ook altijd erg mooi. Dus ja, yeah, let's go. Overal waar ik ben, daar is Sien. Hé, Sien? Ja. Oké, okay, maskervideo is opgenomen. Ik heb hier zo gelegen. Yo. En nu ga ik naar kantoor. Ik heb even wat spullen bij elkaar gezocht voor een video die ik ga opnemen. Ik loop toch wel een beetje uit het filmen. Zelfs een maskervideo ben ik toch weer een uur mee bezig. En dan blij dat ik niet met de hele crew werk. Want dan ben je gewoon een hele dag bezig met de video. Het is 10:55. Ik ga even naar de postbus. Dan ga ik naar kantoor. Ja. Parfum van de dag. Ik ga voor... Lodicy, klassieker. Ik heb mijn pakjes opgehaald. Ik heb wat boodschapjes gedaan voor kantoor, zodat we zo kunnen lunchen. En nu op naar kantoor. Ik ben op kantoor aan het werk. Spulletjes hier. Food heeft Makkie net gemaakt. Ik ben de video aan het editen. Al een tijdje bezig. Oké, okay, we zijn hier druk bezig met voorbereidingen. Zometeen filmen. Er wordt zometeen nog wat langsgebracht voor de video. En dan kan ik aan de slag. Ik heb het net opgemaakt en yay, good eyeliner day. Yes! Deze lipkleur past bij dit jurkje. Ja. Oké, okay, zijn er bijna. Mark is even naar de winkel om verse bloemen te halen. Ik ga zo mijn tutorial opnemen. Verlengkabel. Ja, verlengkabel. Gewoon voor stopcontact. Ja? Oké. Okay. Doe maar een witte, want aangezien we hem toch vaak gaan gebruiken waarschijnlijk. Oké, okay, ciao. Ik heb net zojuist mijn tutorial opgenomen en dan gaan we nu verder met de schermvideo. We zijn bezig met de opnames, het is echt heavy. Gaat aan de lopende band door, één voor één, gaan ze op video. Kijk deze bloemen die Mak heeft gehaald. En mooi geknipt en een vaasje bij heeft gehaald en alles. Zo mooi. Hoe pretty is dit? Deze combo. Oh. Ik ben thuis, het is 6:30. Ik ben nog niet klaar. Ik moet nog even filmen thuis, een paar scènes. Nu de zon nog op is en ik er een beetje hetzelfde uitzie. Dus dat ga ik nu doen. Laatste dingetjes. Ik ben thuis en daar is Foefje. Hallo. En ik heb hele mooie bloemen gehad. Ah, oh, kijk hoe pretty. Wow. Zaterdag tutorial is af. En moet je ook kijken wat ik in één keer tegenkom. Max. Even voor de wat oudere generatie, lol. Oké, okay, mensen die nu eind 20 zijn. Remember, dit was zo hip. Jongeren die nu kijken, je kan je dit bijna niet voorstellen, maar dit was zo hip toen wij op de middelbare school zaten. Max. En ze waren ook duur. Ze waren echt gewoon 100 gulden of zo voor een paar. Dat is ongeveer 50 euro. Wacht, hoeveel zijn ze nu? Hier, 139 euro. Wow, die was echt de bom als je hiermee... Ik had ze trouwens in deze kleur. Ik mocht dan één paar schoenen per jaar en dat was dan dit, een paar Max. Dus dan had ik een heel jaar liep ik met dat paar. Deze vond ik altijd heel lelijk trouwens. Jeetje, slipperversies. Dat mensen dit nog, dat dit nog verkocht wordt, dat wordt... Oh, en dit was voor jongens, dit was hip bij jongens. Oh, en deze van die klompjes, wauw. Foefje heeft laarzen gekocht, want wij gaan morgen en dit weekend bij een boerderij slapen. Superleuk. Het enige wat we echt mee moeten nemen, wat we nog niet hadden, is laarzen. Nou, bij deze, gescoord bij de Van Haren. Dat was niet het enige. Wat dan? Ja, ook een zaklantaarn. Maar dat hebben we. Nee, ik bedoel meer dingen wat we echt niet hebben. Ja, oké. Is laarzen. Ik ga naar de sportschool. Foefje heeft super hoofdpijn, dus ik ga niet mee. En ik ga weer mijn Kena oefening doen. Ik baal, onze sportschool gaat zo'n 10 uur dicht voortaan. En eerst was het 9:30 en dat was net qua tijd goed. Als je dan zeg maar ongeveer 9:30 ging, dan was je zeker dat je nog een heel uur kon. En nu, nou, het is nu 9:50. Ja, ik moet me echt gaan haasten, zeg maar. Ik moet mijn programma heel strak doen, zodat ik precies in 9:30 het af heb. En anders ben ik te laat, zeg maar. In Amerika heb je dus gyms en die zijn 24 uur per dag open, hè. Dat is ook iets. Dan zie je gewoon om 3 uur 's nachts mensen uitgebreid sporten. Ik weet niet hoe healthy dat is, maar op zich als je een dagschema of dagritme hebt wat anders is dan anderen. Als je werkt, nou ja, als je 's nachts werkt, dan kan je sporten 's nachts. Je werkt zeg maar altijd 's avonds en dan ga je altijd heel laat naar bed. Nou, dan kan je voor het slapen zeg maar trainen en dan 's nachts. Of juist heel vroeg, dat je 4 uur opstaat. Wauw. En go. Dan, weet je wat ik echt de laatste dagen wel heb? Ik eet nu al een tijdje geen vlees meer.
ik ben wel echt heel poef. En daar bedoel ik mee, gewoon poefie. Laten we daarop houden. Zeg maar, ik lijk al 9 maanden zwanger. En dat is volgens mij alleen maar omdat ik gewoon meer groente eet en zo. En god, wat kan ik daar tegen doen? Want het is echt niet fun. Ik voel me wel fitter. Ik voel me echt een stuk beter, fitter. En it's all good. En ik let nu ook goed op mijn ijzers en zo. En ik ben niet meer zo moe. Het scheelt echt. Maar lichamelijk, ik ben zeg maar een soort van opgeblazen tot een bal. En dat is dan een tijdje gaande. En hoe kom ik hier vanaf? Help! Het is middernacht. Ik heb mijn to-do-list voor morgen alvast af. En ik ga nu lekker slapen. Morgen ga ik weer Prison Escape doen. Super veel zin in. En ik heb echt mega veel te doen. Want we gaan dit weekend weg. En morgenavond al. En ik moet heel veel dingen doen nog. Dus ja. Oeh, ik vind deze nagel ook nog steeds zo mooi. Hij is dus van Yves Saint Laurent. Hij is... Nee, ik kan hem er niet bij pakken. Staat in de slaapkamer. Maar beautiful. Ik vind het echt prachtig. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doeg. Ja, licht roze toevoeg of zo. Doet het alleen 's ochtends zijn je lippen dan perfect. En daarna wordt het weer de good old veilige kleuren. Het moet echt weer vaker.